Ljouwert mooi in 2018, die jaren mooi de Maltese haardstad Valletta, de titel Culturele Haardstad van Europa dragen. De organisatie van het culturele festijn is vestigen in de Blokhuis Poarte. Door de feestnis ademt de sfeer van jettere tijden. Waarin boeiende, maar ik vreemde en vrede dingen plak van hebben. Er is wel het een en ander bekend, maar ook een hele soort is in de rin van de tijd vergeten. In straffe zaken keren we waarom in de tijd, maar bijzondere strafzaken. Maar ook de zaken, bedrijven die nu in die Blokhuis Poarte zitten, binnen elk op haar eigen wijze bijzonder. Dit is een geweldige plak. Het oude huis van bewaring, de Blokhuispoort. Wat ben wij daar vaak west als advocaat? En uw kantoor staat er ik vlakbij, dus heel strategisch. Wij zijn wij moeten naar Ljouwert, want daar is de rechtbank, daar is het gerechtshof en daar is het huis van bewaring. Die penitentiaire inrichtingen hebben ze het zien worden. Wat een foeilelijke gebouw. Dit is een prachtig gebouw. En ik ben heel blij dat ze hier in Friesland dat ze dit behouden hebben. En dat er nu alle jaar activiteiten georganiseerd worden. Het is een toplocatie. De jaren feesten is broest en is nu een nieuwsgierig samenplak van grutte en lietse bedrijven. Op dit stuit wordt er met man en macht nog hut werken aan de renovatie en verbouwing van het culturele bedrijvencentrum. Architect Bouke Tuinstra is van het begin al belutsen bij de verbouwing en renovatie van de Blokhuis Poarte. Voor hem is dit project een van de allermooiste die er de afgelopen jaren ondergehonden hoorn heeft. Ja, dit is mooier. Soms moet het ook. Het gaat juist om het doorgeven van het verhaal. Van wat is hier in de afgelopen 500 jaar gebeurd. En dat kunnen we soms verduidelijken door nieuwe ingrepen. Soms zaken terugbrengen. Dingen wat oppoetsen of juist niet. Gewoon de ruwheid en de stoerheid laten zien. Dus alles wat we doen moet ten dienste staan van het grote verhaal van de Blokhuis Poarte. Het is natuurlijk de laatste jaren gevangenis geweest. Maar het was ook de plek waar de troepen zaten om de stad te verdedigen. Maar ook om de stad onder de duim te houden. Dus het ging niet alleen zicht naar buiten van komen er aanvallers aan. Maar ook wat gebeurt er in de stad. Dus dat hebben we eigenlijk hier teruggebracht. Een soort schietgaten in een moderne vertaling. Maar het geeft ook aan de dubbele functie die deze plek heeft gehad. In het eerdere cellencomplex A binnen de bovenste verdiepings ombouwt naar hostel. Hier in het Alibi Hostel komen mensen uit de hele wereld en kennen ze voor een relatief beetje yield hun nachtje. Op de beginnende groen binnen in de eerdere cel rondes van lietse bedrijven maken. Creatieve ondernemers werken hier met een soort nocht en passie in haar eigen cel. Ik maak sieraden van titanium. Het is een heel mooi materiaal, want het is gewoon, het wordt eigenlijk gebruikt in tandheelkunde en chirurgie. En het is heel licht en je kan er dus niet allergisch voor zijn. Dus bij mij zijn de stekers titanium, de slotjes, de haakjes en alles is zelf gemaakt. En het wordt allemaal gelast. Het is gewoon zo'n leuke sfeer en er gebeurt nu hier zoveel in de gevangenis. En gewoon proefverlof, je hebt een alibi, hostel. Ik vind het allemaal zo'n upgrade van de Blokhuis Poarte. En de bibliotheek komt er natuurlijk nog. En er zijn zoveel leuke mensen en het is zo gezellig hier. En het wordt alleen maar steeds gezelliger, merk ik. Een aantal ondernemers ziet het eerst die cellenvleugel B, onder de Keizersgracht. Maar op dat plak zit in kwaad de naaie Iepenbieren Bibliotheek van Ljouwert. Architect Tuinstra gaat met Marije en Chantal waarom hij haar een oude werkplak. En de ingang, zeg maar de ingang van het cellenblok was daar. En dit was de tuin. Huh? Oké. Okay. Ja, kijk maar, er is een nieuw dak ingekomen.
Er komt straks nog licht hier van boven, langs de gevel. Ja. Ja, precies. En dit was dan die buitenmuur inderdaad. En dit is dan... Hier zaten dan ook nog celletjes, toch? Precies, ja. Precies. Oké. Okay. Dit zie je gewoon straks. Ja, zie je lekker lichtjes en zo. Ja. Nice. Dit is eigenlijk het midden van het celblok. Okay. Daar is een heel stuk uitgehaald. Oh. En straks komt de entree, die komt hierachter. Dus je komt zo binnen en dan heb je hier het nieuwe trappenhuis. Ja. De trap die helemaal naar boven gaat tot het nieuwe dakterras straks. Dus helemaal bovenop heb je zicht over de stad. Kun je ook zitten straks. Oh, mooi. Ja. Ja. Zou het bijna niet meer terug herkennen als de celdeuren et cetera en de raampjes er natuurlijk niet meer in zaten. Maar tot dusver vind ik het echt wel heel mooi, ja. Ja. Het lijkt gewoon zoveel groter. En ja, het is gewoon echt heel mooi allemaal. Ik ben echt heel erg benieuwd wanneer het gewoon klaar is. Ik vind het ook leuk dat bepaalde aspecten er juist wel weer ingebleven zijn. Zoals dus inderdaad, hè, wat ik zei, die raampjes, die celdeuren bijvoorbeeld. En de trappen, die herken je wel weer terug. Dus in die zin is het toch nog wel weer een beetje, ja, wel de oude gevangenis gewoon, ja. Ik vergelijk het wel een beetje met het cellenblok in het gerechtsgebouw aan het Wilhelminaplein. Daar heb je dan ik van die cellen, dan wat ze wacht je voor dat de zitting begint of na de zitting. En daar is ik van alles wat er op krast. En het zijn vaak hartekreten of skelpartijen richting justitie. En ja, er staat van alles op. En, maar ik er staan ook wat initialen, maar ik herkende er altijd wel cliënten tussenuit. Spiegels en het meubilair, alles dat gaat eruit. En toen scoorde een van die jongens en de week bij en die scoorde de spiegel er al en daar voel een brief achterbij. Dat is een eerlijke liefdesbrief van een man die had er, zijn vrouw schreeuwen. Kun je een stukje voorlezen? Ja, was toch? Ja. Nou, dan beginnen we. Heel lekker ding voor mij. Hoe is het met jou? Met mij gaat het prima, al was ik liever bij jou geweest. Dit weekend, want ik ben, zo geil als boter en kan er weinig mee. Behalve dat het gewoon. Maar het houdt niet.